stroop je mouwen maar vast op, want we werken. Oftewel, we draaien ons vandaag een slag in de ronde. We maken heerlijke zuurkoolsalade met rozemarijnworstjes. En zet die oven op 220 graden, dan gaan we aan de slag. Zuurkoolsalade met rozemarijnworstjes. Lekker Hollands, maar dan anders. En daar heb je voor nodig zuurkool, half anijzen, wat volle yoghurt, een paar takjes rozemarijn, 1 varkensbraadworst, aardappelschijfjes, een ui, wat currypoeder en wat gedroogde oregano. De oven die staat op 220 graden, want daar gaan we dus hele lekkere krokante aardappelschijfjes in maken. En wat komt er bij die aardappelschijfjes? Rozemarijnworst. Kijk eens eventjes. Het is natuurlijk hartstikke leuk als je deze in je eentje mag opeten. Maar we gaan hier eten van maken voor 4 personen. Dus ik pak even een plastic plank erbij. En ik was even goed mijn handen. En dan gaan we van deze varkensbraadworst rozemarijnworstjes maken. Met deze prachtige kerstboom. Kijk. Gaat lekker. Ik ga de worst eventjes helemaal uitleggen. En dan ga ik hem in 8 worstjes verdelen. En hoe doe je dat nou? Je verdeelt hem in 8 stukjes. Door gewoon erin te knijpen. Je maakt een soort inkepingen. 3, 4, 5, 6, 7. En die 7 inkepingen draai je weer totdat er een los worstje ontstaat. Kijk dan, hoe gezellig. En zo maak je dus 8 worstjes van 1 lange braadworst. De laatste is een beetje wat kleiner. Dat moet je me maar vergeven. Maar goed, dan ziet het er meteen ook lekker echt zelfgemaakt uit. Het is wel een heel klein worstje gewoon, hè? Maar ja. Dan had ik natuurlijk beloofd dat het rozemarijnworstjes gingen worden. En ik heb hier 8 takjes rozemarijn. Die hebben natuurlijk een stevig steeltje. En met dat steeltje kun je dus heel makkelijk door het worstje heen gaan. En eigenlijk er een soort spiesje van maken. En tadaa! Nou, ik vind het leuk. Vind jij het ook leuk? Ja, heel leuk. En dit kun je dus ook heel erg leuk doen met de kerstdagen bijvoorbeeld. Ik ben er een beetje vroeg mee, ik weet het. Maar het is wel leuk. Zal ik de boom vast klaarzetten? Ja. En zo hebben wij 8 rozemarijnworstjes. Deze moet je maar aan de kleinste van je gezin geven. Die is wat kleiner geworden. Even de handen wassen. Leggen we ze even leuk neer. En bij de rozemarijnworstjes gaan we gebakken aardappeltjes maken. Nou ja, in de oven geroosterde aardappeltjes eigenlijk. Ik heb hier een grote bakplaat. En op die bakplaat gaat bakpapier. En dat is misschien wel een leuke tip voor thuis. Je ziet dat ik vaak bakpapier gebruik. En dat doe ik eigenlijk om 2 redenen. 1, omdat je daardoor minder afwas hebt. Dat bakpapier kun je namelijk zo in de prullenbak gooien als je klaar bent. En 2, ook omdat je daardoor minder vet hoeft te gebruiken. Maar wat gebeurt er nou vaak? Dat het bakpapier heel snel alle kanten opvliegt. Misschien heb je zelfs wel een deur open of een raam openstaan in de keuken. En dan waait het er altijd af. Een manier om dat te voorkomen is door gewoon je hand nat te maken en eventjes op de bakplaat wat water te spetteren. En dan blijft hij veel beter zitten. Een andere manier is ook dat je hem tot een prop vouwt en dan door die kreukeltjes blijft hij eigenlijk ook beter liggen. Maar goed, dit ziet er wat netter uit. En op dat bakpapier ga ik rozemarijn aardappelschijfjes toevoegen. En die gaan we krokant bakken in de oven. Deze zijn al voorgekookt, dus die hebben niet super lang nodig. Maar verdeel ze wel even goed, zodat ze echt rondom krokant kunnen worden.
En ik breng ze ook nog op smaak met een klein beetje olijfolie. En dan met een spatel verdeel ik ze even goed, dat ook die olie lekker eromheen gaat zitten. En als ik die goed verdeeld heb, een klein snufje zout naar smaak. En dan gaan ze de oven in. Dan hebben ze nog ongeveer een kwartiertje nodig. Hij staat nu lekker heet, die oven. Dus daar hoef je verder niet meer naar om te kijken. De worstjes gaan we bakken. Ik heb hier een grote koekenpan. En die bak ik eventjes, of die verwarm ik even op hoog vuur. Olijfolie erin. En daar gaan we dan de worstjes in doen. Dus ik pak even een tang erbij. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind rozemarijn en worst echt een topcombinatie. Want braadworst is natuurlijk al vaak wel gekruid, maar heel licht. En bijvoorbeeld in landen zoals Italië, laten we daar weer zelf over beginnen, hebben ze dus worst met allemaal verschillende kruiden. Ze hebben daar dus rozemarijnworst gewoon in de winkel, maar ze hebben daar ook fenkelworst, wat ook echt super lekker is met van die fenkelzaadjes. En dit is gewoon een hele leuke manier om de simpele braadworst toch die twist te geven, die die worst net even weer anders doet smaken dan anders. Want uiteindelijk maken we toch gewoon een soort Hollands pot vandaag. Zuurkoolworst, aardappeltjes, maar dan wel weer met een leuke twist. Als de olie goed heet is, en dat is eigenlijk als je hem ruikt en een beetje ziet walmen. En dat is met vlees wel belangrijk, dat de olie of de boter waar je ook in bakt altijd heet genoeg is. Dan gaan de worstjes erin. Je hoort ze sissen. En zodra de olie heet genoeg is, kun je het vuur ook weer ietsje zachter zetten. Want je wil hem wel bruin bakken, maar je wil niet dat hij uitdroogt, de worst. Dat gebeurt natuurlijk wel snel. Dus ik doe dit op middelhoog vuur. En gewoon rustig keren als je denkt, nu is hij bruin genoeg. En dan mooi rondom een goudbruin korstje. Ik laat ze nog eventjes op hoog vuur doorbakken. En dan haal ik ze naar een zachter vuurtje, zodat de binnenkant goed kan garen. Pak ook even een schone tang erbij. En dan hebben we hier deze, de zuurkool. En die ga ik vandaag afspoelen. Want we gaan er een salade van maken. Dus hij mag iets minder zuur dan dat hij is. En dat doe ik gewoon onder de stromende kraan. En laat die koude kraan er maar gewoon even overheen lopen. Zodat je het grootste gedeelte van het zuur wegspoelt. Maar wel nog die frisse ondertoon houdt. En dan laat je hem even goed uitlekken. Dat hij mooi weer droog wordt. Dan gaan we weer even terug naar onze kerstboompjes. Kijk, die worden mooi goudbruin. Ik ga ze naar een kleiner vuurtje halen. Zodat ze rustig kunnen doorsudderen. De zuurkool. Die heb ik net natuurlijk helemaal afgespoeld. En misschien vind je het nu nog steeds te zuur. En wat een oplossing zou kunnen zijn, waardoor die net weer even een andere smaak krijgt, is door hem nu nog heel even kort te koken in wat appelsap. Daardoor krijgt hij een beetje een zoet-zuur ondertoon. Wat natuurlijk ook wel echt heel erg lekker is. Maar ik vind het vandaag zo hartstikke lekker. Dus ik trek hem even los met een vork. Gewoon dat even die slierten wat meer loskomen. Die hebben natuurlijk een tijdje vacuüm verpakt gezeten. En dan zie je hoeveel vocht er nog uitkomt. En een beetje vocht is niet erg, maar ik wil natuurlijk niet zo meteen dat het soep wordt. Dus een klein beetje vocht er nog uit. Laat hem anders gewoon even zo staan. Gaan we de dressing maken.
En dat doe ik met yoghurt en met halvanesse. Lekker wat specerijen en een uitje. Ik zal trouwens eerst even het uitje snipperen. We gaan een soort romige kerrymayonaise maken. Maar dat doen we dan wel met yoghurt en halvanesse. Eerst snipper ik de ui. En dat ga ik best wel fijn doen. Want we gaan er een dressing mee maken. Dus je wil kleine stukjes ui. En hou ondertussen de worstjes in de gaten. Zodat dat allemaal goed gaat. Even weer een keertje omkeren. En even in de oven spieken. Ah, die kunnen nog wel even. Die zijn nog wel redelijk licht van kleur. Mooie kleine snippertjes van de ui. En misschien is het ook leuk om je te vertellen hoe zuurkool eigenlijk gemaakt wordt. Want misschien wist je het niet, maar zuurkool is gewoon witte kool. En dat wordt op een hele leuke manier gemaakt. Alleen duurt dat proces best wel echt heel erg lang. Wat ze doen is eigenlijk witte kool in hele kleine dunne reepjes snijden. En dat doen ze dan in een vat. En dat vat, daar wordt echt best wel een flinke grote snuf zout bij gedaan. En dan wordt het gesloten en dan blijft het 5 weken lang gewoon staan. En wat er dan eigenlijk gebeurt is dat de suikers die in die witte kool zitten worden omgezet tot melkzuren. En zo ontstaat er zuurkool. Een kommetje voor de dressing. De ui gaat erbij. En bij die ui gaan 2 eetlepels yoghurt. Dat is volle yoghurt, lekker romig. En ik heb ook 2 eetlepels alfanese. Deze in de koelkast. Ik heb hier nog 2 specerijen. Ik heb oregano, of oregano zoals ze dat in Italië zeggen. 1 theelepel. En ik heb 1 theelepel currypoeder. En dan heb ik ook nog echt lekker veel peper. En naar smaak een snufje zout. En als je dat dan lekker doorroert, dan krijg je dus een hele fris-zure, kromige kerrydressing die zometeen heel lekker combineert met die zuurkool. En eigenlijk eet je de zuurkool dus als een soort salade. Bijna als een soort rauwkost. Ik ga het even in de kom samenvoegen. Wel even het vocht eruit. Dan schep ik de zuurkool even terug in de kom. En daar gaat dan de dressing bij. Even bij de aardappeltjes kijken. Oeh, die kunnen eruit, die kunnen eruit. Lekkere gebakken piepers, kijk dan. Laat ze maar heel even afkoelen. Ik zet ook het vuur uit onder de worstjes. En dan moet ik natuurlijk nog even de salade doorroeren.
En vandaag lekkere salade. En morgen een sushibol. Lekker met cocktailgarnalen, groene bosuien, knapperige nori en een dressing van sriracha en mayonaise. Volgens mij is dit goed gemengd. Ik ga een bordje pakken. Ik heb hier een mooie plank. Lekker wat van de zuurkool. Gewoon delen door 4. Dan weet je dat het goed gaat qua hoeveelheden. En bij die zuurkool gaan natuurlijk 2 worstjes en aardappels. De aardappels schep ik even op met zo'n spaan. Hoe noemen ze dat nou ook alweer? Een spatel. Een spatel. Met een spatel. En daar leg ik dan de rozemarijnworstjes bij. Zal ik even de mooiste kiezen. Kijk, deze ziet er mooi uit. Dat is 1. En dat is 2. En ik vind het wel echt heel lekker om een beetje van die zuur eroverheen te druppelen. Want daar zit zoveel smaak aan. Even nog een beetje zo over de aardappels heen. En een beetje over de worst, want daar zit lekker die rozemarijnsmaak aan. En ik vind dit een prachtig gerechtje geworden. Aardappelen, groente, vlees, maar dan helemaal feestelijk. En nu aanvallen. Eet smakelijk!